106 FM. Dit is 6FM in Business. En dit zijn uw gastheren. Lars van Loon en Kent Hansson. Bart Oort is een van de advocaten van Spaans Advocaten hier in Huizen. Op kantoor en in zijn dagelijkse werk neemt hij onder andere het ondernemersrecht. Hè, denk daarbij aan fusies en overnames. Het arbeidsrecht, hè, zoals arbeidscontracten, managementovereenkomsten en het huurrecht voor zijn rekening. Omdat er per 1 juli het nodige verandert op het gebied van arbeidsrecht, hebben we Bart uitgenodigd om de belangrijkste zaken toe te lichten. Want waar de intentie van de wet is het een en ander goedkoper en vooral ook efficiënter te maken, is de verwachting dat het tegenovergestelde de praktijk zal gaan worden. Bart, goedemiddag. Welkom in ja, de studio. Goedemiddag. Hoe ben je ooit in Huizen terechtgekomen? Ja, ik ben vanuit Amsterdam in 2005 terechtgekomen in Blaricum. En toen ben ik ook gaan hockeyen op de hockeyclub Laren. En ja, via de hockeyclub ben ik in contact gekomen met de voormalige eigenaar. En die zocht een opvolger voor zijn praktijk. Ook advocaat. En ik was op zoek naar iets in de buurt. Ja. Ja, en zo is dat balletje gaan rollen. Juist. Dus nu doe je dat al 20 jaar dan? Nou, ik werk vanaf 2009 werk ik nu bij Spaans. En vanaf 2011 ben ik eigenaar. Oké. Okay. Ja. Ja. Want nogmaals, er gaat echt wel het een en ander veranderen, hè, per 1 juli. Ja, er is al wat veranderd per 1 januari. Per 1 januari. Willen we daar eerst even over hebben? De veranderingen die per 1 januari al zijn ingegaan? Nou, voor de mensen die nog niet weten. Ja, volgens mij ga je nog steeds nieuwe dingen vertellen. Daarom. Dus ja. Wat er is veranderd per 1 januari is dat je een contract voor bepaalde tijd, wat langer is dan 6 maanden, moet je aanzeggen. En wat bedoel je met aanzeggen? Aanzeggen wil zeggen dat je als werkgever een maand van tevoren moet aangeven of je ze gaat verlengen. En zo ja, onder welke voorwaarden. Okay. En als je dat eerste vergeet, dan moet je een maand salaris betalen. En doe je te laat, dan moet je het pro rata betalen. Oké, okay, okay. En verandering nummer 2? Tweede is dat je in een contract van korter dan 6 maanden mag je geen proeftijd meer in opnemen. Mm-hmm. Doe je dat wel, is het nietig. Dus heb je gewoon geen proeftijd. Ja, gewoon lekker laten staan, tekenen die handel. En het derde is dat je in een contract voor bepaalde tijd in beginsel, dat is een mooie juridische term, geen concurrentiebeding mag opnemen. Mag alleen als je een zwaarwegend belang hebt. Oh. En dat moet op 2 momenten worden getoetst. Ja. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, maar ook als partijen uit elkaar gaan. Okay. En hoe zich dat gaat ontwikkelen in de jurisprudentie, ja, dat zullen we allemaal pas. Ja, dat zou ik zeggen, want heb je daar een voorbeeld van wanneer dat. De eerste uitspraken zullen gaan plaatsvinden op het moment dat een contract voor bepaalde tijd geëindigd is. En de werknemer zegt van dat beding is niet van toepassing. Oh. Dus dat is afwachten. En heb je al wel zaken tegengekomen die in strijd waren met deze 3 nieuwe, richtlijnen, wettelijke bepalingen? Ja, een overeenkomst waar een proeftijd in stond en waarbij dan de werkgever ook opzij in de proeftijd. Ja. Ja, dat kan dan niet. Dus de werknemer dus de eerste problemen zijn er al. Ja, oké. Maar per 1 juli komen de grote wijzigingen. Oké, vertel. Want je hebt het eigenlijk ook weer terug in 3 hoofdcategorieën heb je het weten te omschrijven. Wat. Waar hebben we het over wat er per 1 juli gaat veranderen? Nou, wat gaat er met name veranderen? Dat is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Je mag nu in 3 jaar 3 contracten geven. Ja. Die eindigen van rechtswegen. Oké. Okay. En straks mag je nog maar 3 contracten geven in 2 jaar. Oké. Okay. En is het ook nog zo dat tussen die contracten mag nu een periode zitten van 3 maanden. Ja, dat is die 3 keer 3 keer 3 die dan. En dat wordt straks 6 maanden. Oké. Dus je had heel veel werkgevers die zeiden van, oh, we zitten aan het 3e contract. Ga jij maar 3 maanden plus een dag naar huis en zie ik je straks weer terug. Dat wordt straks 6 maanden. Ja. Dus het wordt de werkgever wil eigenlijk 1 ding. Zoveel mogelijk mensen een contract voor onbepaalde tijd geven. Ja. En vooruitlopend op die regeling zijn er al een aantal werkgevers aan het voorsorteren. Hè? Dus die zijn nu al contracten aan het beëindigen, et cetera. Maar dat doen ze om een andere reden. En dat is de reden dat het ontslagrecht, dat wordt er ook gewijzigd, dat wordt straks een stuk lastiger om iemand te ontslaan. Ja. Dan hebben we het eigenlijk over de 2e wijziging per 1 juli. Het ontslagrecht, dat gaat veranderen. Je krijgt straks 2 instanties die gaan over het ontslagrecht. Dat is het UWV. Die gaan alleen nog maar de ontslagen doen die te maken hebben met bedrijfseconomische redenen. Okay. Of werknemers die langer ziek zijn dan 2 jaar. En alles wat persoonsgebonden is, dus niet functioneren of een werknemer die veelvuldig ziek is of een vertrouwensbreuk, dat gaat allemaal naar de kantonrechter. Maar de ontslaggronden worden nu echt specifiek in de wet opgenomen. Dus je moet straks 1 van de ontslagredenen aannemelijk kunnen maken. Zo niet, wordt het afgewezen. Okay. En daar zijn heel veel werkgevers bang voor. Ja. En wat ook gaat veranderen is dat je kan straks als werknemer of werkgever in hoger beroep,
Je kan ook nog zelfs in cassatie. Nou, om even ja, dat is nu bijvoorbeeld nog niet mogelijk. Hè? Als je nu naar een kantonrechter gaat en je laat een arbeidsovereenkomst ontbinden, dan geeft die enige kantonrechter die geeft een uitspraak met een vergoeding, een einddatum en dat is het. Daar moet je mee doen. Je kan straks een situatie krijgen na 1 juli dat een kantonrechter zegt, deze meneer of mevrouw die wordt ontslagen. Ja. Werknemer gaat in hoger beroep. En na 1,5 jaar krijg je te horen, nee, dat had niet gekund wat die kantonrechter zei. En je kan iemand weer terugnemen. Ja, dat is leuk. Je krijgt dus hele rare situaties dat je dus straks geconfronteerd kan worden met iemand die je weer terug moet nemen. Of andersom, die eerst aan het werk was en laterhand blijkt dat hij toch eigenlijk daar al lang niet meer had moeten zitten. Nou, en die onzekerheid, die willen werkgevers... Die wordt nu af... daar zijn ze nu op aan voorsorteren. Die werkgevers denken van, het wordt straks alleen maar moeilijker. Ja. Het is nu al moeilijker voor heel veel werkgevers. Het wordt alleen maar moeilijker. Ik wil die onzekerheid straks niet hebben. Dus die gaan nu al beëindigen. Maar welke stagiair heeft die wet dan in elkaar geknutseld? Nou ja, dat is het probleem. Dit is de eerste wet die eigenlijk nu sinds de Tweede Wereldoorlog eindelijk een keer doorheen is gekomen. Ja. Maar ja, dit stond in het sociaal akkoord. Hè. PvdA en VVD gingen samen regeren. En een van de stokpaardjes was dat het ontslagrecht moest een keer op de schop. Nou, je ziet, het is een wet waarbij allemaal concessies zijn gedaan. Hij is ook niet goed uitvoerbaar, want hij wordt ook qua procesrecht voor advocaten wordt hij heel ingewikkeld. Terwijl een van de doelstellingen moet zijn, het moet makkelijker worden, goedkoper. Ze hebben altijd gedacht, we nemen nu in de wet een vergoeding op. Dat is de transitievergoeding, dat is de derde wijziging. Ja. Dat is een hele karige vergoeding. Maar als je straks als werkgever toch die onzekerheid wil afkopen van lange jaren procedures, dan ga je gewoon toch weer onderhandelen met een werknemer en meer aanbieden. Ja, want tegelijkertijd hè, ten aanzien van WW, et cetera, dat wordt allemaal wel kariger, soberder, korter, et cetera, et cetera. Maar dit verhaal, dat gaat hem natuurlijk niet De doelstelling van deze wet is, ik heb hem tot op heden nog niet begrepen, maar ze denken dat met deze wet de arbeidsmobiliteit in Nederland verbetert. Dus dat er meer mensen aan het werk komen. Nou, volgens mij heeft dat te maken met iets economisch en het heeft niks te maken met een wijziging in de wet. Laat ik zo zeggen, nou pretendeer ik zelf heel af en toe een beetje als ondernemer te kunnen denken. En ja, we willen echt wel mensen aan het werk houden, maar niet op het moment dat ik daarmee mezelf mijn nek door een strop zet. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee, want als jij straks iemand 2 jaar lang in dienst hebt, dan mag je hem transitievergoeding betalen. Ja. En in het ergste geval, je krijgt iemand in dienst, en dat zijn geen rare praktijkvoorbeelden, die wordt ziek. Je doet alles aan om te reïntegreren. En na 2 jaar ziekte gaat hij uit dienst. Mag je nog een vergoeding meegeven? Ja, en dus blijft die arbeidsmarkt ook gewoon lekker op slot zitten. Gaat niks mee gebeuren. Ik denk dat het codewoord wordt 7x8x8. Het eerste contract 7 maanden. Mag je proeftijd opnemen. Okay. Dan 2 van 8. Zie je op 23 maanden. Ja. Tot ziens en geen vergoeding. Ja, ja. Even kijken. Dan hebben we het gehad per 1 juli. Die ketenregeling, beëindigingsovereenkomst en ontslagrecht. Dat zijn wel de belangrijkste drie punten. Zijn daarnaast andere dingen waarvan je zegt van joh, even niet genoemd, maar nou ja, die beëindigingsovereenkomst is ook wel belangrijk. Oh, vertel. Die komt nu in de wet dat je met een werknemer kunt overeenkomen om uit elkaar te gaan. Maar die krijgt een 14 dagen bedenktijd. Dus op het moment dat je met hem denkt... Net als een encyclopedie. Ja. Je denkt, ik heb een deal. En na 14 dagen zet hij toch maar niet. Nou, zeg, ik heb er nog eens over nagedacht. Ja. Ja, ik heb 14 dagen lekker thuis gezeten. Bepaling opnemen dat je zegt, van, nou, als je die bepaling niet inroept, krijg je 4 of 5.000 euro extra. Dat mag niet. Dat zijn allemaal nietige bepalingen. Zijn er specifieke dingen waarvan je zegt, van dit verhaal horende, check even dat en dat als werkgever zijnde in hoeverre je voldoet aan de nieuwe vereisten? Nou ja, wat ik altijd zeg en wat nu nog steeds belangrijker wordt, als je werknemers in dienst hebt die niet functioneren, wordt het nu nog belangrijker om goed te dossier op te bouwen. Oké. Nou, ik ga de laatste vraag stellen. Nou, ik laat zo zeggen, je hebt een hele mooie PowerPoint heb je gemaakt. Ja. Die zetten we in ieder geval bij ons op de site. Ja. Dus mocht je het een en ander kunnen en willen nalezen, dan doen we dat in ieder geval. Nou, hartstikke mooi. Even nog de website waar we jou kunnen vinden. www.spaansadvocaten.nl. En die zit in Huizen. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Jouw muziek en nieuws uit je achtertuin. Dit is 6FM.